Meer dan 100 kitesurfers strijden aan de Brouwersdam om de Europese titel race en freestyle. Kitesurfen race vervangt het surfen als Olympische sport. Daar geldt wie het snelst het parcours aflegt. Bij freestyle draait alles om de show, de stunts en de techniek. Regerend wereldkampioen freestyle Juri Zoon kwam een kijkje nemen. De Brouwersdam is tenslotte zo'n beetje de thuisbasis voor de Dirkslander. Ik kom inderdaad bijna uit Zeeland, nog net Zuid-Holland, maar als ik de Brouwersdam moet varen, ben ik iets te ver upwind, dan zit ik inderdaad wel in Zeeland. Je oefent wel hier? Ja, Brouwersdam, daar ben ik begonnen en dat train ik nog steeds altijd zodra ik in Nederland ben. Hoe zijn de omstandigheden hier? Want ik zou denken van, je hebt grote golven nodig, maar dat is helemaal niet zo, hè? Nee, voor freestyle heb je totaal geen golven nodig. Uiteindelijk vlak water is zelfs beter dan golven. Dus Brouwersdam is redelijk vlak, dus uiteindelijk een perfecte freestyle spot. Het EK op de Brouwersdam duurt tot en met zondag.